En toen begon het met regenen rond een uur of 11:30. Nee, wat zeg ik, 12:30. En nou, eigenlijk in de woning was het nog redelijk te doen. Toen zijn we naar de gang gegaan bij de lift. Er stroomde het water. Toen dacht ik, nou, dit vertrouw ik niet meer. Ik ga mijn eigen woning ook maar even kijken. Ja, en die stond gewoon vol water. Vanuit mijn lampen, vanuit mijn brandalarmen, vanuit de muren. Alles zakte naar beneden. Oh, dit is echt heel heftig. Wij hebben emmers gepakt en die eronder gezet. En uiteindelijk de brandweer gebeld, omdat het bij de verlichting vandaan komt. En die hebben in eerste instantie alles nagekeken en toen hebben ze alles ontruimd. Daarna. Toen bleek dat, dat de brandveiligheid niet in orde was. Bij mijn buren is het eigenlijk vanaf het begin van de bouw al, sinds dat wij in november eigenlijk in zijn getrokken, hebben altijd al een lekkage daar gehad. Mensen die 3 maanden zonder verwarming hebben gezeten. Niemand kwam het repareren. En ja, nu is het zover dat we allemaal op straat staan. Nou, eigenlijk niet. Die is verstoppertje aan het spelen op het dak. En ja, we hopen zo snel mogelijk wat van hem te horen of hem te zien. En nu heeft hij ons uiteindelijk heeft hij ons beloofd na een uur de vraag gesteld te hebben. Meerdere malen heeft hij ons beloofd om dan opvang te regelen. Nou, dat heeft hij gedaan. Maar goed, ik heb aan de foto's te zien. Is het gewoon heel slecht. En ga ik een kwartier op bed zitten en gaat alles jeuken. En de vliegen liggen in het raamkozijn. En het is gewoon een oud aftanshok. Verre van vergelijking met mijn woning.